misschien moeten we het even over het geluid hebben. Wat denk je daarvan? We gaan even terug naar vanmiddag, 2:30. Na 44 dagen en 566 pogingen gebeurde dit bij Karel Schmidt op Q-Music. Ik dacht eigenlijk het uitscheppen van chocolademelkpoeder. Weet je wat ik nu zie? Nee. De jury is een beetje zenuwachtig. Hij loopt heen en weer. Het spannendste radiospel van Vlaanderen is soms ook hard. Ja, ja. Soms keihard. Maar het spannendste radiospel van Vlaanderen is niet alleen spannend. Het is ook gul wat het is. Juist! Yeah! Het is juist! Jorom, jij wint keiveel geld. 59.000 euro. Oh my god. Bjorn Fames uit Haag. Je bent de winnaar van het geluid 2013. En hij is hier in de studio om zijn prijs op te halen. Zelfstandige renoveerd gevels. De winnaar van het geluid, Bjorn Fames uit Haag. Dag Bjorn. Welkom in de studio, Bjorn. Yo. Hoe gaat het met jou? Goed, ja. Een beetje onwennig. Maar een beetje onwennig. Goed, ja. Ja, dat mag. Soms mag dat. Ja. En nu mag dat. Bjorn, zeg, vertel eens. Heb jij al een reactie gekregen vandaag? Ik heb heel veel reacties gehad. En ook reacties uit onbekende hoeken van mensen die ik allicht wel ken. Maar omdat het feit dat hun naam of bij telefoonnummer niet staat, weet ik dus niet wie dat is. Onbekende nummers. Onbekende nummers, ja. Ja, zeg, je hebt een vriendin, ze heet Sophie. Hoe was haar reactie? Ja, zij kreeg dus ook van personen gelukwensen binnen. En ze wist eigenlijk nog van niks, want ze was aan het werken. Hoezo? Zij wist niets dat jij meedeed? Zij wist niet dat ik meedeed. Allee, er zijn heel weinig mensen die wisten dat ik meedeed. Ja. Dus zij wist van niks. Zij kwam uit de lucht gevallen. En dan belden ze naar mij om te bevestigen of dat waar was. En het was dus effectief zo. En toen, wat zei ze aan de telefoon? Wat was het eerste dat ze zei? Ja, het was zo. Ze kon het niet geloven eigenlijk. Zo, ook omdat ze niet wist dat ik ermee bezig was. En, dus ze kon het eigenlijk niet echt direct geloven. En, geweldig. Ja. Zeg, Bjorn. Je zei daar straks tegen Karel, zei dat je al van in het begin wist wat het geluid was. Ja. Hoe wist je dat? Hoe had je het bedacht? Had je het geprobeerd? Had je het gezien? Nee, vanaf het moment dat ik het geluid hoorde, wist ik, het kwam in mij binnen van, het moet zoiets zijn. En ik ben eigenlijk niet op zoek gegaan naar wat het zou kunnen zijn, maar ik had direct de link gelegd met die chocomelk en ja. Een Nesquik-doos of wat? Ja, zoiets, ja. Doos, ja. Maar ik was nog niet zeker dat het specifiek chocomelk was, maar het moest toch zoiets in die richting zijn. En met de tips dan was ik helemaal zeker. Absoluut, ja, er waren twee tips. De eerste tip was, alleen ben ik nogal droog. Het geluid is het uitscheppen van chocomelkpoeder, dat was de oplossing. Alleen ben ik nogal droog, dus als je moet er melk bij doen of water bij doen, om het te kunnen gebruiken. En twee, ik heb het soms warm, soms koud. Hoe leg je dat uit? Ja, warme chocomelk of koude. Voilà, inderdaad, simpel is het. Amai, super. Maar je wist van in het begin, maar je dacht, ik wacht nog een beetje tot het genoeg geld waard is. Nee, ik raakte gewoon niet binnen. Ik heb gewoon blijven proberen en het lukte niet. En dan Bjorn, zometeen krijg je van Martien van AXA, zometeen krijg je van haar de enorme check die Anke ook heel graag wil, maar laat je niet doen, Bjorn. Ja, ik sta er al mee op de foto. Kleine trost. Enorme check van 59.000 euro. Maar eerst even de vraag, wat ga je ermee doen? Eerst en vooral ga ik de helft aan mijn collega hier geven. Ja, we hadden dat afgesproken. Als we ooit winnen... Wacht even. Stop the press. Ja. Excuseer. Ja. Je gaat de helft meteen weggeven. Ja. Hey, zot. Het is een succulare. vertel. Je gaat de helft aan je collega. Dat is Luc, hè, je collega? Ja, en dat is ook mijn schoonbroer eigenlijk. En waarom ga je de helft aan je collega Luc geven? Ja, we hebben eigenlijk samen een zaak. En we werken samen met twee. En als we dan zoiets meedoen, is dat samen. En dat was van in het begin, ja, als we ooit winnen,
dan delen we het gewoon per twee. Dus. Hallo. Ja, wat hé. Hey. Dat is wel een verrassende wending in dit verhaal. Ja. Super. Luc, proficiat met jouw winst van het geluid. Fantastisch. We hebben eigenlijk twee winnaars. Geweldig. Amai, super. Kijk, ik denk dat het moment daar is. Ah, ja, en als je met je eigen stuk, wat ga je ermee doen? Heb je al een idee? We zijn voor de moment aan het verbouwen thuis. De keuken moet vernederen. Ja, Luc, wat ga jij doen met je deel van het geld? Een beetje sparen en vakantie doen en een beetje genieten van het leven. Opsuperen dus. Uitstekende idee. Zeg, ik denk dat het moment aangebroken is. Het belangrijke moment. Bjorn, jij blijft de officiële winnaar van het geluid. Je gaat de helft aan Luc, maar jij blijft officieel. Dat betekent dat jij nu van Martien van AXA officieel de enorme check overhandigd krijgt. Er staat op het geluid. Winnaars, wat staat er ook op, Anke? Winnaarscheck. 59.000 euro. Q-music is good for you. Q is good for you. Martien, het is aan jou. Proficiat Bjorn, met je check. Dank u wel. Ik hoop dat jij en je collega Luc er mooi traject mee kunnen realiseren. Ja, dat zullen we zeker doen. Applaus voor Bjorn. Ja. Kijk eens. En maar glunderen. Ja. We staan hier allemaal te glunderen in de studio en iedereen staat te kijken. Alsof het ons geld is. Oh, wat is dit? Oh, wat een mooi moment. Ah ja, nog. Wij gaan foto's nemen nu. Even fotosessie, fotomoment. Heel belangrijk voor ons. En nog één ding. Je kan de beelden van het geluid, de beelden bij het geluid, bekijken op de site qmusic.be. En er heeft ene Stijn gereageerd op Facebook. Ja, mijn broer. Inderdaad, er staat: vergeet je broers niet, hè, Bjorn. Ja, ik zal eraan denken. Bjorn, proficiat! Ja, dank u wel. Ja, dank u. Wim Oosterling. Showtime. Q Music.